carnaval begint langzaamaan te komen. Voorafgaand vinden er dan op allerlei plekken de pronkzittingen plaats. Zo ook bij de Knoeres in Uden. Traditiegetrouw op de eerste pronkzitting wordt de nieuwe Porcellus gekozen. Maar daarvoor werd eerst afscheid genomen van prins Porcellus de 50ste, Walter van Uden. Daarna werd er op zoek gegaan naar de nieuwe Porcellus, want die zou in de zaal moeten zitten. Die is 11 jaar bij de Raad van Elf geweest. 11 jaar! Nou, als je die prins maakt, dan ben je nog niet jarig. Nee, andere dingen doen we niet. Is er iemand jarig? Walter van de Ven is geboren in Vokel, maar woont sinds 20 jaar in Uden. Hij is getrouwd met Manon en heeft 2 kinderen, Niels en Britt. Zijn motto met de carnaval is: daar kun jij ook.